Buitenlander Homo Autist, geadopteerd op Vlaming. Labels zijn overal en duwen iedereen in hokjes. Maar wat als ik me niet thuis voel in zo'n hokje? In deze podcast leg ik de labels open en bloot op tafel. Ik wil te weten komen hoe de mensen er echt uitzien achter hun labels. Wat betekenen onze labels? Hoe ga ik ermee om? Maar vooral wie ben ik zonder mijn labels. Dit is een label. In deze aflevering, welkom iedereen, praat ik met uh, Sukena. Welkom Sukena. Hey. Hoe gaat het met u? Hoe met jou? Oké, okay, ook okay, heel goed. Ook okay, heel, okay, heel goed. Ja, ik ben heel blij dat je in de studio aanwezig bent. Ik ook. Heb je er een beetje zin in? Echt veel zin in. Oké, okay, dat is heel fijn. Um, heb je misschien ook wat stress voor die tekst die je eens gaat voorlezen? Um. Ik heb altijd stress. Dus. <laughs> Oké. Okay. Uh, nu goed, uh, net zoals iedereen en zoals iedere aflevering van Unlabeled, gaat ook deze aflevering uh, openen met een tekstje dat Sukaina gaat voorlezen. Als ze zich daar klaar voor voelt, um, I'm ready. dan uh, geef ik de mic aan jou. Oké. Okay. Mijn naam is Sukaina Matouh, ik ben 21 jaar en ik draai een hoofddoek. Mensen staren me vaak na omdat ik moslima ben. Of is dat nu omdat ik Marokkaanse goed heb? Soms weet ik niet of ik me hier wel thuis voel. Ik probeer in elk geval voor al die mensen die daarmee struggelen een voorbeeld te zijn. Dat doe ik onder andere met Mature. Oké, okay, heftig. Je wordt nagestaart. Wat vind je van die, van die tekst? Heftig. <laughs> ja, het is, het is wel accuraat. Ja? Ja, ja. Het is wel... Ja... Ja, want de drie labeltjes zijn, zijn vrij duidelijk. Um, ja. Dat is enerzijds Moslima, dat is anderzijds je Marokkaanse roots. En de, als derde representative, want ja. dat trekt het dan wel weer... Um, of ja, dat gaan we zien. Dat trekt het dan wel weer in het positieve, dat je van die twee dingen wel een, positief, uh, een positieve eigenschap probeert te maken. Uh, nu, die drie labeltjes die hangen ook natuurlijk op, op de ballonnen hier boven ons. Mm -hmm. En jij mag nu één van die drie labeltjes, um, dat jou de meeste pijn doet of dat, jou, um, ja, dat, je, dat je het moeilijkst vindt om mee te slepen dat mag jij uh, met een naald die voor je ligt um, oh my God. doorprikken <laughs> oh my God, yeah. om als het ware dat labeltje letterlijk en figuurlijk te unlabelen um, voor alle duidelijkheid dus het, de drie labeltjes zijn moslima, uh, marokkaanse roots en representative yes. ik zie Sukaina denken <laughs> uh. Oké, nee, niet het is echt wel duidelijk voor mij oké okay. en um, oké okay, de knal gaat komen oh, ik vind het altijd spannend ik vind het zelf echt spannend oh my god ja yeah. oké okay, right uh. oh. girl oké okay. Sukaina heeft dus het labeltje um, Moslima uh, ja doorprikt ja. unlabeled yes waarom heb je voor dat labeltje gekozen um, puur Heel veel moslims in België zijn ermee aan het struggelen met die label, omdat we heel veel haat krijgen. Omdat veel mensen niet weten wat onze re de re de religie eigenlijk inhoudt. Mm -hmm. uh, dus ze krijgen heel veel hate crimes. En vooral moslims is mijn hoofddoek, want we visueel representeren ons geloof. Dus wij krijgen heel veel boze blikken naar ons toegewezen. Of uh, wij worden afgewezen voor een job omdat we puur een hoofddoek dragen. Dus wij krijgen echt heel veel obstakels. Op onze weg puur omdat we een moslim zijn. Dus dat is een label dat ik wil wegwerken. Want het is niet omdat ik een moslim ben dat ik geen deel ben van de maatschappij. Op welke manier heeft dat jou uh, al dingen belemmerd? Of heeft dat jou al een, als een obstakel... Uh, op welke manier heeft dat al een obstakel geweest in jouw leven? Um, ik draag nu de hoofd ook nog echt maar twee jaar. Dus ik heb niet zoveel obstakels gehad. Maar ik weet wel dat ik bijvoorbeeld als ik wou solliciteren voor een stage, dat ik altijd in mijn achterhoofd had van, oké, okay, ze willen me niet, puur omdat ik een hoofddoek draag. Of um, bijvoorbeeld in mijn omgeving heb ik al vriendinnen gehad die werden aangenomen voor hun competenties, maar ze moesten hun hoofddoek afdoen om daar te kunnen werken, wat ik eigenlijk echt helemaal niet oké okay vind. Dus ja, op zich, ik persoonlijk, echt gelukkig, heb niet zoveel obstakels gehad maar andere mensen wel. Ja, want uh, je zegt het, het feit dat, dat soms uh, of dat mensen in jouw omgeving mensen die een hoofddoek dragen, dat die die hebben moeten afnemen om ergens te mogen gaan werken. Um, dat zijn ook mensen die dat effectief doen. Nee, want um, hun principe staat echt vast van als je me niet wilt aannemen puur om een hoofddoek, dan ga ik wel naar een andere werknemer. Mm -hmm. Als je me niet wilt aannemen om wie ik ben voor wat neemt je me dan in? Je vindt me perfect, maar je wil me toch in een box leiden. dat uw bedrijf past. Ja, want een, een vaak voorkomend voordeel aan dat. Uh, vooroordeel, sorry, aan dat, uh, aan dat labeltje. aan het feit dat je moslima bent en dat je een hoofddoek draagt. is het feit dat. Um, allee, mensen zeggen dat wel eens in de media. het feit dat je onderdrukt zou worden of dat dat een verplichting zou zijn dat je dat is opgelegd. Maar um, kan je misschien. Eens vertellen, kan je dat eens weerleggen? Kan je jouw video, uh, video amai, kan je jouw idee daar eens op weergeven? Kan je jouw visie daarop uh, vertellen? Want jij hebt er bewust zelf voor gekozen. Ja, ik heb er tijdens de lockdown over nagedacht, uh, omdat ik dacht van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Uh, dus heb ik meer research gaan doen rond de hijab en wat het betekent in ons geloof en wat het voor mij betekent. En het geeft me ook elke dag een herinnering van mijn doel. En het is niet omdat iemand een hoofddoek aandoet dat ik het aandoe voor mijn vader bijvoorbeeld, omdat hij mij daar heeft opgelegd. Want ook het grappige was, uh, ik had de hoofddoek aangedaan. En binnen mijn dorp was er een roddel rondgegaan, dat ik een hoofddoek ging aandoen en ging verhuizen naar Marokko om mijn man te zoeken. En toen was ik van. wacht, wat? <laughs> wat? Mm -hmm. Hoezo? Zoals, en, niet, en dan moest ik gewoon die roddel even van. Allee, doorbreken van, ik draag dit puur omdat ik van mijn geloof hou. En ons geloof zegt, van draag dat, want het heeft een mooie betekenis. Dus. Dragen veel mensen in jouw familie een hoofddoek? Of zijn er ook, met andere woorden, um, vrouwen die geen hoofddoek dragen in jouw familie? Um, dat is echt moeilijk uit te leggen. Wacht, um. Op zich, iedereen van mijn tantes draagt een hoofddoek. Maar we hebben ook heel veel van mijn, van mijn nichten bijvoorbeeld die dragen nog geen hoofddoek, puur omdat ze de stap nog niet kunnen zetten omdat ze bang zijn om gediscrimineerd te worden. Wat ik ook begrijp. Maar ik vind dat dat heel erg is, dat mensen niet kunnen zijn wie ze zijn puur door de discriminatie en de haat die er bestaat. Ja, want je zegt eigenlijk, um, het feit dat ik een hoofddoek draag is volledig een eigen keuze, dat is deel van mijn identiteit. Maar ik ken wel veel mensen, zeg je net, die, die dat eigenlijk ook zouden willen dragen, maar die zich laten weerhouden omdat het, omdat het in de maatschappij gewoon nog zo'n groot taboe is ja. of omdat er uh, gediscrimineerd op wordt. Maar um, ja, hoe, hoe ga je met zoiets om? Ja, dat is, dat is echt moeilijk. Ik heb... Als ik bij mezelf kijk, want dat was ook een factor bij mij van uh, ik ga pas een hoofddoek aan doen als ik pas een stabiele job heb. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus ik heb mijn hoofdstuk gewoon midden in mijn studies aangedaan. Uh, je moet gewoon. Mijn liefde voor mijn geloof is veel groter dan mijn liefde voor mijn job. Deze wereld, want dat is ook zo een gezegde in ons. Ik denk ofwel geloof ofwel in het Arabisch. Van. Um, de menselijke ervaring is letterlijk een drop in de oceaan. Van hoe groot alles is. Dus waarom zou ik. ...zo bang zijn om wat anderen van me zouden denken... ...terwijl ik hier maar letterlijk twee minuten op deze wereldbol zit. Dus letterlijk die twee minuten dat ik hier ben... ...moet ik echt spenderen in een manier... ...dat ik impact kan maken op anderen. Dus ook op mezelf. Dus door een hoofddoek aan te doen... ...bescherm ik mij tegen het kwade. Uh, bijvoorbeeld, ja... Hoe moet ik dat uitleggen? Dat is echt moeilijk. Hmm. Het, ja, hijab is er echt om je te beschermen, om je eigen schoonheid te beschermen. Er is, het is een reden dat God mij heeft gezegd van draag dat. Ik wil dat je dat draagt, omdat ik je wil beschermen. En de betekenis voor, voor mij is dat, dat betekent echt gewoon van, oké okay, wow, waarom draag ik het niet? Puur omdat ik bang ben wat andere mensen van me denken, maar ik denk niet na over wat God over mij denkt. Dus ik vind wat God over mij zou denken veel belangrijker dan wat mensen over mij zouden denken. Dus die gedachte heb ik tijdens lockdown de hele tijd in mijn hoofd gehad. En dat moeten ook andere mensen in hun hoofd hebben als ze die stap willen zetten. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want discriminatie, haat haatgedrag tegen ons is echt moeilijk om mee om te gaan. Want soms denk ik ook van. Ik kan het beter uitdoen. Ik zie er beter uit zonder. Er zijn van die dagen dat ik denk van moet dit echt. Maar dan denk ik terug na over de liefde die ik heb tegenover mijn geloof en dan denk ik van nee. Mijn geloof is letterlijk waar ik voor leef. Dat is letterlijk mijn doel. En mijn hijab is letterlijk een reminder of my purpose. Dus ik kijk daarnaar en denk ik van oké, okay, dit is waarom ik leef. Dit is waarom ik hier ben. En als je, ja, want ik ben er even stil van geworden, want wat een moedig verhaal. Maar. <laughs> Um, ja, wat ik me dan afvraag... Want je bent zeer gepassioneerd door je geloof. Dat is mooi om te zien. Ik vind dat heel mooi om te zien. Maar hoe ga je, hoe ga je om met opmerkingen die je krijgt? Ga je, ga je ooit met mensen in discussie daarover? Welke soort opmerkingen? Ja, in die zin dat als jij ooit die, een opmerking zou krijgen van... Um, ja, bijvoorbeeld als je solliciteert of als je voor een stageplek gaat en iemand vraagt je... Om je hoofddoek uit te doen. Mm -hmm. um, ga je daar dan op in? Probeer je hen uit te, maken, uh, uit te leggen en duidelijk te, te maken waarom, waarom je een hoofddoek draagt en waarom het, het eigenlijk niet oké okay is dat ze dat vragen van jou? Mm -hmm. Ik ben daar echt te verlegen voor. <laughs> dus ik denk, als ze dat zouden zeggen, zou ik denken, zou ik gewoon reageren van oké, okay, dan is de positie, positie niet voor mij. Sorry. En dan zou ik het geen... Maar op zich. Eigenlijk mag dat niet. Ik zou hen eigenlijk gewoon vragen van waarom denk je zo? Ja, want je cijfert jezelf dan weg. Ja. Want in principe waar je de positie. Ja. Maar op zich, als mijn werkgever mij niet wil aannemen om wie ik ben, dan ga ik het ook niet forceren. Dan zijn er zijn andere mensen die mijn competenties wel zien om mij wel aan te nemen. En gelukkig ben ik deze mensen wel tegengekomen. Um. Dus ja. Ik vind het gewoon niet oké okay dat mensen echt zo denken. Ik neem je aan omdat je goede competenties hebt, maar toch ga ik je in een box duwen om mijn visie van de perfecte werknemer door te sleuren. Net zoals iedere gast in Unlabeled, kom, kom jij ook niet alleen. Uh, of laat me het zo zeggen, jij komt met een fragmentje van iemand die jou beschreven heeft in drie woorden. Yes. Um, kan je eens vertellen wie dat fragmentje voor jou heeft ingesproken? Uh, dat is Zineb. Zij is mijn stagementor geweest. Ik heb haar dit jaar leren kennen bij Aliens. En zij heeft echt mij mijn competenties laten inzien. Dus door haar heb ik echt een ego-boost gekregen. <laughs> Oké. Okay. Ja. Heeft, dat, heeft dat er misschien voor gezorgd dat je jezelf dan minder ging wegcijferen ten opzichte van anderen? Uh, eigenlijk nog ja, eigenlijk wel. Want ze heeft me echt laten zien van, wow, je kunt dit allemaal. Je bent zo... Je kunt bijna alles. Mm -hmm. <laughs> je kan alles aan. Ja, ja. ik dacht van, wow. Nee, Zij zag dingen in mij dat ik niet in het begin zag. En ze heeft me echt gepusht. En daar ik echt dankbaar voor. Dus... Dat is mooi. Ja. Nu we gaan we eens luisteren wat ze, wat ze te zeggen heeft over jou. Hè. <laughs> In ieder geval, als het enkel drie woorden moet zijn, dan zou ik zeggen: multidisciplinair. Um, dat je een veelzijdig profiel hebt. Um, ja, dat je wat van strategie, wat van creatie kunt. Ja, dat soort zaken. Dat je een all-round multidisciplinair, een veelzijdig profiel hebt. Um, ik zou ook zeggen: iemand die oprecht is en die dicht bij haarzelf blijft. Um, ja, voilà. Ja, dat straalt zich dan uit naar ja, waar de, waarvoor dat je je engageert. Dus ik zou zeggen, oprecht, als tweede punt. En als derde punt, gewoon ja, hoe zeg je dat? Een ondersteuner. Je bent, je bent er voor iedereen. Um, ja, je bent een beetje zo de, de ease uh, in een groep, zonder, zonder dat ik daarmee bedoel dat jij. Mijn ondersteuner bent in praktische zin. Ja, want je kunt met gemak strategische zaken aan. Ik heb het echt over. Uh, uw. Uh, uw teamplayer-positie. Um, van ja, Dat je wel echt iemand bent die, ja, die, uh, die. de rust kan zijn voor collega's. Die echt ondersteunt. Um, en ja, voilà. Je ziet dat alles tot een goed einde komt. Dat zou ik denk ik. Uh, als drie dingen zeggen voor u. Een oprechte teamplayer. Yes. Dat is wat ik een beetje onthoud. En dat is ook eigenlijk hoe dat ik jou heb leren kennen. Want we hebben elkaar leren kennen op het weekend. Uh, dat was de allereerste keer. Dus een, een spannend moment. En je was ook een van de eerste die ik daar ontmoet heb. Uh, dat weet ik nog goed. En vanaf minuut één dat ik je heb leren kennen, vanaf de eerste seconde ben je altijd heel oprecht geweest. En um, je... Je, je bent duidelijk aangenaam van het feit dat ik dit zeg. Um, wat mooi is, maar nee, wat, ik, wat ik ook een beetje bedoel, ik ben duidelijk niet de enige die dat opmerkt. Uh, als je stage-mentor um, dat, al, dat ook over je zegt, um, waar hecht je veel waarde aan? In het jezelf zijn? In het oprecht zijn? Ja, als ik. Ik probeer gewoon. zo eerlijk mogelijk te zijn en mijn, ik wil zeggen authentieke zelf te tonen, maar het is eigenlijk mijn consistente zelf. Wat um, bedoel ik, je, je consistente zelf? Want, um, bijvoorbeeld, ja, ik vind dat je niet authentiek kunt zijn als je alleen, al, als je in een groep zit. Je kunt alleen authentiek zijn als je alleen bent. Wat mensen eigenlijk echt omgeven is dat je consistent komt opdagen. Dus dat je bijvoorbeeld hetzelfde bent als je bij je familie bent, vrienden, als, als je werkt. Maar ik probeer altijd op te dagen in de verschillende rondes als mijn consistent consistent zelf. als dat logisch is. Mm -hmm. Ik ga me niet anders kleren, ik ga me niet anders gedragen. Mijn waardes blijven in elke rol hetzelfde. Maar wat bedoel je dan met het feit dat je, dat je in een groep niet of eigenlijk niet de authentieke zelf jezelf kan zijn? Dat is echt eng. Kunt jij dat? In de hele groep 100% jezelf zijn, dat is kapot eng. Dat, uh, dat, dat is een goede vraag. Dat is misschien iets waar ik nog niet zoveel over heb nagedacht. Nee, maar ja, als je er zo over ja, als je het zo zegt, dan ik kan ik me wel inbeelden, of ik kan me wel inleven het, het feit dat je zegt, misschien in een groep, heb je altijd een bepaald, of laat je nooit 100% alles zien? Zijn er altijd dingen die je, die je, voor, je voor je houdt? Is het dat een beetje wat je bedoelt? Dat je eigenlijk altijd, als je in een groep komt, dat er altijd bepaalde, ding, de, bepaalde dingen gaan zijn die je niet gaat delen met de groep? Ja, ja. ik ga nooit 100% mijn energie geven aan mensen, want je moet altijd je energie. Beschermen. Je? Ja, dus in een groep, ik probeer mijn consistent op te dagen, dus alles, je, alleen wat je ziet, krijg je, maar ik kan me nog altijd barrières zetten om op wat je kunt zien. Ik kan niet mijn hele persoonlijkheid geven aan iemand. Is dat logisch? Ja, ik vind het heel logisch <laughs> klinken, maar ik vind het ook een. een Beetje. Je hebt er duidelijk heel veel over nagedacht, ja, over dat sorry. feit dat je. Maar um, wat ik me dan afvraag, wil dat dan zeggen dat er, dat er geen enkele groep is waar je echt 100% jezelf kan zijn? Nee, ik denk ik niet. Nee. Elke groep heeft wel. Oké, okay, zijn... ik heb wel een hechte vriendengroep die, ik zou zeggen, bijna alles van mij hebben gezien, maar niet 100% alles. En vind je dat niet moeilijk om daarmee om te gaan? Met het feit dat je als je s'avonds thuis komt en je in de spiegel moet kijken, dat je zegt van oké, okay, ik heb mezelf weer niet honderd procent laten zien. Ik vind dat niet moeilijk. Omdat ik bescherm mezelf op zo'n manier. Ik kan niet iemand honderd procent alleen. Ben je dan bang op, op een bepaalde manier dat, dat mensen je gaan voor de vooroordelen of dat mensen je gaan veroordelen voor bepaalde dingen? die wel gewoon zo zijn. Hm, dat is een goede vraag. <laughs> oh, ik weet niet, of het bang. Ja, ik denk dat, het... ik, denk dat ik echt bang ben om voor 100% mezelf te laten zien. Ik denk echt niet dat dat gaat. Kunt jij 100% te laten zien? Ik probeer dat wel altijd. Ik probeer het wel altijd. Ik probeer wel altijd um, zowel oprecht over te komen en zowel een authentieke versie van mezelf te zijn. En ik probeer ook aan aan iedereen te tonen wie ik echt ben. Mm -hmm. Op alle vlakken, op alle mogelijke vlakken. Maar ik kan me wel vinden in het feit dat je niet zo expliciet in iedere groep alles kan delen. Ja. Maar um, ja, je hebt er, heb je daar vrede mee genomen? Of kan je daar vrede mee nemen? Ik heb daar al lang vrede mee genomen. Want als ik het terugneem naar religie, de enige waarom ik echt authentiek mezelf kan zijn, is tussen mij en goed, dus wanneer ik bijvoorbeeld ga bidden of ik, maar ook gewoon als ik alleen ben, of ik, of ik, of ik mm -hmm. ja, gewoon in mijn bed kan ik gewoon mezelf zijn. Um, ja, een van die, van die twee labels die je niet hebt doorprikt, die hier nog ophangen op de roze ballon, ah, ja. is uh, de, het representative zijn. En um, ja, je mag misschien eerst even kort uitleggen um, op welke manier probeer je dat, of op welke manier doe je dat, representative zijn en voor wie? Um, dit doen we nu met ons project Mature. Uh, is eigenlijk een platform voor minorities om hun stem te laten tonen. Dus met ons project proberen we een webserie te lanceren, hopelijk, uh, waar we de echte realiteit tonen van jongeren, niet wat je ziet op Netflix bijvoorbeeld. Um, en ik vind het heel belangrijk dat we jongeren deze platform gaan geven, omdat zij zij zijn onze toekomst. En zij Kijken naar de tv en ze worden zo hard beïnvloed door ideaalbeelden die eigenlijk echt niet bestaan, wat onzekerheid kan opleveren of identiteitscrisissen. En we willen echt hun helpen in hun journey van identiteit. Wat ik me nu spontaan afvraag, als je je wil graag opkomen voor die minorities, je wil graag opkomen voor, voor minderheidsgroepen dan, yes. um, vind je het niet moeilijk om je altijd. Of om altijd met een rem op. En daarmee bedoel ik dan, je kan nooit 100% um, jezelf gooien naar een groep toe, of jezelf blootleggen voor een groep. Maar is het dan niet moeilijk om op te komen voor een bepaalde groep? Mm -hmm. Waar je niet 100% jezelf bij kan zijn. Wow. <laughs> ah. ja, dat is een diepe vraag, maar het is wel wat ik me spontaan afvroeg, want Um, dat is, ik, ik zal even kaderen waar, waar, um, waar de vraag vandaan komt. Mm -hmm. Ieder van ons, 21 van de 21 ambassadeurs, heeft een bepaald verhaal en wil opkomen voor uh, bepaalde groepen. Uh, als ik voor mezelf spreek, ik wil heel graag opkomen voor allez, opkomen, ik hoop dat mensen zich kunnen herkennen in mijn verhaal. Mm -hmm. En wel het gevoel hebben van oké, okay, kijk, hij heeft ook shit meegemaakt. En he's gone deep. Maar hij is er wel uitgekomen hij heeft wel kansen gegrepen en het. het je moet niet bij de pakken... Pak, ja, ja, inderdaad. Maar je moet niet bij de pakken blijven zitten. En dat is een beetje wat ik me afvroeg, want in dat proces naar, naar onder andere het ambassadeurschap van de Warmste Week toe, naar, naar alle dingen die ik nu doe, heb ik wel moeten leren om s'avonds in de spiegel te kijken en kunnen zeggen oké, okay, ik, ik ben geweest wie ik ben vandaag. Mm -hmm. Omdat het me anders niet lukt om mijn verhaal te delen. Ja, maar ik vind dat nog steeds dat je dat kunt doen... Zonder dat je 100% jezelf geeft. Um, als ik nu voor mijn verhaal ik spreek, oprechte waarheid. Mm -hmm. Mijn. mijn, Ja, ik spreek mijn waarheid eigenlijk. En ik sta achter wat ik zeg. Dus op zich, ook al toon ik niet 100% mezelf. Want als ik 100% mezelf zou tonen, zou ik echt. Nee, ik zou dat echt eng vinden. Vooral heel veel mensen zien dat. <laughs> en dat zijn allemaal onbekende mensen die eigenlijk een business hebben in mijn persoonlijkheid. Ik weet echt niet of ik me goed kan verwoorden, maar het is... Hm. Echt een goede vraag. <laughs> oh my god. Ja, nee, ik vind... Ik kan voor dingen opkomen, maar zolang ik consistent in elk ding geloof en mijn waarden altijd hetzelfde blijven in alles wat ik zeg. Dan vind ik dat oké, okay, zonder dat ik 100% mezelf toon. Ja, want voor welke um, groepen proberen jullie dat te doen met Mature? Bijna alle minority groepen, okay. die echt gemisrepresenteerd zijn in de media. Echt veel stereotypes, dus ook moslim, LGBTQ, de um, black community, de Asian community. Echt allemaal die op tv op een meest stereotype beeld worden getoond. En voel je dat zelf ook zo aan? Ja. Van de misrepresentatie in de media? Hard. Ja? Echt hard. Als ik geen moslim zou zijn, en ik zou alleen kijken naar wat de media over mij had gezegd, zou ik mezelf ook haten. Die zijn zo gemeen. Echt, gewoon hoe ze hun berichtgeving doen, tegenover moslims, dat je denk ik van, maar wij zijn totaal niet zo. Want als je gewoon een beetje research doet, dan weet je van waar alles komt, en dat je je berichtgeving zo op een, een discriminerende manier hebt ge, getoond, waardoor mensen gebrainwashed worden om ons te haten. Want ik, want ik weet niet of je dat ook al vaak hebt gehoord, dat ik mensen ontmoet en dan denk je, ah, je bent moslim en Marokkaans. Huh? Je is totaal niet wat ik in ogen had. Je zit een van de goeikes, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan ben ik van... Maar ja. ja, mensen die vaak zeggen van ah ja, maar er rond een, een Marokkaan langs mij, maar dat is ja. een, een goede. hè. Die, ja. de, de rest. Ja. De rest is de valbak. Uh, nee. <laughs> gewoon door de media, ze worden echt gebrainwashed en daardoor krijgen ze zo'n haat tegenover ons. Terwijl als je. Ik, als ik een moslim was en ik zou dat zien op de media, gewoon voor mijn eigen mental health, zou ik tenminste opzoeken wat die mensen zijn. Want ik kan toch niet. Heel mijn leven haat hebben in mijn hart tegenover een hele groep mensen. Puur omdat ik heb gezien op de media. Allee. Dus, dus eigenlijk is je, je, de doelstelling van Mature ja. is uh, om, om de representatie te veranderen in de media ja. en om daar op een veel reëlere manier tegenover te staan. Ja. Heb je misschien aan de mediamakers die luisteren een, een boodschap? Diverse teams. Gewoon een moslim uitnodigen. Zoals in je team gaat al heel veel helpen. Ze hebben al informatie over hoe je dingen kunt aanpakken. Bijvoorbeeld, kun uh, je niet What the Fuck België? Je hebt mm -hmm. Scam, bijvoorbeeld, de Noorse versie. De actrice was een hijabi zelf. En hoe zij creatief zijn omgegaan in die hele serie om uh, de moslimgemeenschap te tonen, vond ik echt supergoed. Want. Uh, omdat ze echt een moslima is en omdat we thuis geen hoofddoek aandoen, hebben ze dan in de scènes creatieve manieren gevonden om toch haar haar te bedekken, maar ze is wel thuis, bijvoorbeeld door een hoodie of zo. Maar ook gewoon, in elke serie is het een moslim dat struggling. Het is ofwel deze wereld ofwel haar geloof. Maar in scam was dat niet. Ze had haar geloof niet opgeofferd, puur om in bijvoorbeeld een, studie, een studentenvereniging te zitten. Dus ik vond dat echt een hele goede serie, hoe ze ons hebben gepresenteerd. Wauw. Oké, okay, ik heb het gevoel dat we hier nog heel lang over ja. kunnen doorbabbelen. <laughs> een ongelooflijk interessant gesprek. Maar we zijn ondertussen bijna aan het einde gekomen van deze podcastaflevering van Unlabeled. En ik heb, eh, zoals voor iedereen, ook voor jou, nog een aantal dilemma's eh, die je mag oplossen. Of eh, waar je tenminste één van moet kiezen. Je mag er geen twee kiezen. Oh. Um, heb je het daar er moeilijk mee met dilemma's? Ja, zeker. <laughs> Oké, okay. okay. maar meen je er een beetje klaar voor? Yes, tuurlijk. Oké. Okay. Okay. Uh, dan gaan we beginnen met de eerste cultuur of geloof. Geloof. Oké. Okay. Ja. Het, het geloof is echt. Nummer één. Ja. ja, ja, cultuur. Ik hou van mijn cultuur, maar dat gaat niet echt hand in hand met geloof. En dat is ook een hele grote misconceptie dat heel veel mensen hebben. Als je naar films kijkt, anime of horror? Oh. <laughs> <laughs> anime. <laughs> ja, sorry. Heb je daar gekeken? Ik, ik ben absoluut... Ik, ben, uh, ik, ik ken eigenlijk helemaal niets van anime. Bro. Dus um, je, ja... Nee, ik ga je les sturen. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Oh, nee, Stuur nee. mijn lijstje op. Ja, tuurlijk. Want ik ben zeer geïnteresseerd. Um, series maken of series kijken? <laughs> maken. En waarom stel ik die vraag? Voor Mature. <laughs> ja, inderdaad. Omdat... Je gaat gewoon... Allez, jullie, jullie gaan in de toekomst een webserie maken met Mature. Yes. Oké. Okay. En daarin gaan jullie... Die representatie van die minorities eigenlijk op een juiste manier, of volgens een manier waarop jullie. Um, ons verhaal willen tonen. Ja, inderdaad, jullie verhaal willen tonen en naar buiten brengen. Oké, okay, ik kijk daar yes. alvast ongelooflijk naar uit. Um, als je uitgaat, doe je dat dan met leuk gezelschap? Of als je uitgaat, ga je gewoon lekker eten? Oeh, lekker eten. Ja. Dus um, weg vrienden, enkel eten. Ja. <laughs> okay. Dat is een goede. Um, en zoals ieder dilemma, zoals iedere aflevering van een label, sluit ik af met het laatste dilemma. Er hangen nog twee ballonnen op, en dat zijn twee labels: Marokkaans en Representative. En als je een van die twee labels moet kiezen die de rest van je leven nog op je hoofd gaat geplakt worden en dat iedereen kan zien, welk label is dat dan? Uh, ik denk Representative. dat? Kapot. Nee, 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 nee. Je, mag het, je mag het laten hangen. Want deze ga je niet unlabelen. Die draag je mee als het van jou afhangt. Uh, Sukaina, mag ik je heel erg bedanken voor dit uh, heel waardevol gesprek. Met een heel leuk gesprek. Dank je om uit te nodigen. Dat is, wel, dat is heel graag gedaan. Jij bedankt om hier te zijn. Ik hoop ook dat iedereen die luistert naar deze aflevering van Unlabelled um, wat meer heeft geleerd over um, de moslimcommunity. Mm -hmm. Over um, het geloof op zich. En uh, ja, wat een wondermooi verhaal, uh, Sukaina. Naar deze podcast aflevering heeft gebracht. Yes. En voor de rest, tot een volgende keer. Unlabels.